Misschien wel het allerbelangrijkste in alle relaties die je aangaat in je leven, is eerlijkheid en vertrouwen. Je vrienden, je geliefden, je zou toch denken dat je ze door en door kent. Maar wat als je erachter komt dat iemand een heel ander persoon blijkt te zijn? Letterlijk. Wanneer een vrouw zichzelf van het leven berooft, komt haar omgeving erachter dat haar identiteit gestolen is. Wie zij wel is, dat is bijna niet te achterhalen. In het verhaal van vandaag duurt eerlijkheid het langst. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Make-up. Vandaag deel ik weer een verhaal met jullie. Het gaat over de waar gebeurde misdaad. En terwijl ik dat doe, doe ik natuurlijk weer mijn make-up voor jullie. Dolly, kom er maar eens bij. Hallo. Zo! Dat zagen jullie niet, maar dat ging echt in één keer. Hoppakee. Knap van jou, zeg. Nou, het zal eens niet, hè? Dolly komt weer een sokje brengen. Ik krijg wel eens reacties van jullie dat jullie Dolly niet genoeg zien. Dus bij deze, hè? Ze laat weer een keertje haar mooie, knappe gezichtje aan jullie zien. De laatste tijd geef ik erg veel trigger warnings. Dat doe ik natuurlijk niet voor niks, dat doe ik omdat het nodig is. Vandaag heb ik geen moordzaak voor jullie. Dat ga ik alvast met jullie delen. Het gaat hier wel om een mysterie, maar er komt dus een zelfmoord in voor. Mocht dit een onderwerp zijn waar je niet tegen kan of waar je door getriggerd raakt mogelijk, zorg dan voor dat je deze even overslaat en klik dit gewoon eventjes weg. Dan is deze video niet voor jou bedoeld. De reden dat ik deze zaak heb uitgekozen is omdat ik er heel erg door geïntrigeerd ben geraakt. Het is echt een mysterie. Eentje waarvan je weer denkt, wat heeft dit te betekenen? Je valt van de ene verbazing in de ander. Zoveel vraagtekens. En gelukkig, in dit geval, het grootste deel van alle vragen, daar komt een antwoord op. Dus het is wel eventjes een heel ander soort verhaal dan dat ik normaal voor jullie doe, hè? Maar ik vind het ook belangrijk om deze verhalen met jullie te delen. En ik ga jullie straks natuurlijk alles over vertellen. Mocht je mijn podcast nog niet kennen, ik en mijn broer maken de podcast Moordkast. Het onderwerp wat ik vandaag met jullie bespreek, bespreken we ook daar in die podcast. Nog een keertje dus, net iets uitgebreider. Mijn broer geeft zijn kijk erop. Ik geef nogmaals mijn kijk erop en het is de ongecensureerde versie. Dus alles wat ik hier op YouTube een beetje moet verbloemen, dat kan in de podcast wel voluit worden gezegd. Dus ik zou zeggen, luister ook onze podcast. We zijn exclusief en alleen te beluisteren op de app Podimo. Wil je Podimo nou eerst even proberen, dan kan dat via de link podimo.nl/moordkast. Want ik kan jullie de eerste 3 maanden gratis aanbieden via dus expliciet die link. Dus ga naar de beschrijving en daarop kun je dus al onze afleveringen beluisteren. Nou, elke week geef ik dan ook een shout-out weg aan iemand in de comments waarvan ik denk, dat vind ik nou echt een hele leuke comment. Dus wil je daaraan meedoen? Wil je kans maken op de shout-out? Laat dan eventjes iets achter hieronder. Iets interessants, iets leuks wat je kwijt wil. En vergeet niet de hashtag #sonnedie daarbij te vermelden. Dan weet ik dat je mee wil doen. De shout-out van vandaag is voor Lex_Groningen. Hallo Dionne, ik vind het heel fijn dat je alles precies uitlegt over de zaak en de mensen met hun geschiedenis. Elke week als ik mijn slaapkamer opruim, luister ik de zaken. Je doet het geweldig. Dankjewel, lieve Lex. Wat ontzettend lief. Mwah, dankjewel. Dank jullie allemaal wel trouwens hoor, want ik lees bijna alle comments. Ik kan niet overal op reageren, ik kan ook niet iedereen benoemen, maar bij deze eventjes een algemeen bedankje. Want jullie zijn ontzettend lief voor mij. Ik merk dat mijn stem mij een beetje in de steek aan het laten is. Waar het door komt, ik heb geen idee, hè. Ik denk dat ik gewoon iets te weinig uurtjes slaap heb gepakt, want die research, jongens. Ik zit er echt tot diep in de nacht te typen en nou ja, je hoort het. En misschien zie je het ook een beetje. Daarbij even de wekelijkse disclaimer. Het is absoluut niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook te praten, hè, in dit verhaal. Alle informatie die ik jullie geef is info die ik heb gevonden op het internet en heb gebundeld tot 1 verhaal voor jullie. Dus, zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met het verhaal van Lori Ruff. Het gaat vandaag over een vrouw genaamd Lori Erica Kennedy. En ze wordt geboren op
18 juli 1969 en woont vanaf haar tienertijd in de stad Dallas en dat ligt in Texas, een staat in de Verenigde Staten. Ze heeft gestudeerd aan de Universiteit van Texas in Arlington in de richting van bedrijfskunde. En daarna heeft deze Lori verschillende baantjes. Het was altijd best wel een strijd voor haar om rond te komen, maar toch wist het altijd wel voor elkaar te krijgen. Verder was Lori best wel een vrouw die graag op zichzelf was. Ze was niet heel sociaal aangelegd. Ze werd niet graag omringd door heel veel mensen. De mensen met wie ze omging, daar was ze wel altijd heel spontaan tegen. Dan was het echt absoluut heel erg prettig om met haar om te gaan. Dus ze kon het wel, maar het leek alsof ze er gewoon niet zo heel veel zin in had. Hè? Toch was ze niet verlegen. Ze was niet op haar mondje gevallen en wist haar mannetje wel te staan. Ze kon echt wel voor zichzelf opkomen. Het was een vrouw met pit, hè? En ze had gewoon eigenlijk compleet lak aan alles en iedereen. Ze was heel zelfverzekerd. Ja, het heeft een beetje twee kanten. Aan de ene kant gaat ze mensen een beetje uit de weg. En aan de andere kant was ze ook wel toebereid om een grote mond terug te geven als dat nodig was. En ging ze heel zelfverzekerd door het leven. Hè? Bijzondere combinatie. Lori was verder streng christelijk. En elke week gaat ze netjes naar de kerk. Ze is zeer toegewijd aan haar geloof. Als Lori 34 jaar oud is, stapt ze over naar een andere kerk. Op een of andere manier de kerk waar ze eerst bij zat, is dan gewoon niet genoeg voor haar. Hè? Zij wil echt de Bijbel bestuderen. Ze wil er echt serieus induiken. En ze wil niet naar de kerk gaan om naar de kerk te gaan. Nee, ze wil ook daadwerkelijk meer van de Bijbel leren. Dus ze stapt over naar een kerk genaamd de Northwest Bible Club. Dat ligt in Dallas. En daar ontmoet ze de liefde van haar leven. Het is een man genaamd Blake Ruff. Lori is 34, hè, als ze hem ontmoet. En deze man heeft echt een hele hechte familie die in het oosten van Texas wonen. Om precies te zijn in de stad Longview. Een hele gerespecteerde gemeenschap. Ook Blake was iemand die alle zaakjes echt op orde had. Hij had een prima baan, had een goede studie gedaan. Zijn familie is vermogend, hè. Ze zaten in het vastgoed. Ze bezitten ook nog een bank. Dus die zitten wel in de slappe was. Nou, die familie en ook Blake zelf, zij hechten ontzettend veel waarde aan hun geloof. En ook zij spenderen heel veel uurtjes in de kerk. Blake werkt als accountmanager. Hij is een tikje verlegen en best wel een beetje stilletjes. Maar alle dingen die hij zegt, dat komt dan ook wel heel oprecht over, hè? Het is best wel een man die alles zegt wat nodig is en alles daartussenin houdt hij gewoon voor zich. Het is niet iemand die het achterste van zijn tong laat zien. Dus het is een betrouwbare kerel, maar mensen beschrijven hem wel als een beetje een aparte. Blake en Lori worden echt ontzettend verliefd op elkaar. Nadat ze beginnen te daten, hè, ja, dat klikt ontzettend goed. Lori is echt super zelfverzekerde vrouw. Ze is lang, ze heeft mooie lange benen, prachtig haar, mooie sprekende ogen. Ja, dat is iets wat Blake wel ziet zitten. Blake is natuurlijk die stille, verlegen guy. Ja, die vindt het wel bijzonder, zo'n zelfverzekerde vrouw. Dus die twee zijn op een gegeven moment tot over hun oren verliefd op elkaar. En vanzelfsprekend wil de familie van Blake, ja, zijn nieuwe vriendin, zijn nieuwe liefde wel eens zien en ontmoeten. Over wie heeft hun zoon het nou eigenlijk, hè? Het werd immers al vrij snel al redelijk serieus tussen de twee. Dus Lori wordt uitgenodigd bij de ouders van Blake om daar te komen lunchen. En daar ontmoet Lori voor het eerst de ouders van Blake. En die beginnen gelijk wat vragen te stellen. Ik denk dat het heel normaal is, hè, als je je schoonouders ontmoet, dat ze vragen gaan stellen. Ze willen je leren kennen, dus ze willen weten wat je bezighoudt. Dus wat is je opleiding? Wat doe je op dit moment? Wat voor werk? Heb je goed contact met je familie, je ouders? Hoe zag je gezinsleven eruit? Heb je broers en zussen? Nou, dat soort dingen. Het zijn eigenlijk vrij standaard vragen, toch? Nou, dat gebeurt hier, hè, aan tafel. Maar Lori lijkt niet echt een open boek te zijn. De antwoorden die ze geeft zijn kort. En als ze ook maar een beetje doorvragen, lijkt ze een beetje dicht te klappen. Het is alsof ze zich niet helemaal comfortabel voelt als hierover wordt gesproken.
Ze komt dan ook met een aantal verhalen over haar verleden, waarvan zij zoiets hebben van, dat is lichtelijk vreemd. Lori legt uit dat haar moeder overleden is en dat haar ouders daarvoor al waren gescheiden van elkaar. Haar vader was nogal een losbandige man. Het scheen een rokkenjager te zijn, dus die was constant met allerlei vrouwen bezig. En Lori, als gelovige vrouw, stond niet achter het gedrag van haar vader. Dus daarom besloot ze die familie eigenlijk een beetje achter zich te laten. Zij hielden er andere ideeën op na dan zij zelf. Ja, dat klikte gewoon niet zo goed. Verder had ze ook geen broers en zussen. Ja, haar wereld bleek best wel klein te zijn. Het is misschien best wel heftig dat iemand gewoon helemaal geen banden heeft met familie. Maar het is niet onmogelijk. Lori vertelt dan ook over haar opleidingen en dat ze de middelbare school in zijn geheel heeft overgeslagen. Ze beweert dat ze direct door kon naar de universiteit. En dat is vaag. Hoe dan? Hoe meer ze aan Lori vroegen, hoe vager die verhalen werden. Die ouders hebben het er nog eventjes over met hun zoon Blake. En Blake bleek er niet zo'n probleem mee te hebben. Flauw, hè, jongens? Blake die was gewoon zo verliefd op Lori en hij werd ook een beetje boos op zijn ouders. Die had zoiets van, joh, dit is mijn vriendin, ik hou van haar, ik vind haar helemaal te gek. Waar bemoeien jullie je mee? Hè? Laat lekker gaan, wij zijn gelukkig. Ja, hij is van plan zijn leven met haar te delen, wat zij er ook van vinden. Toch voelen ze aan alles aan dat deze meid het een en ander verborgen houdt. Blake heeft hier toch maling aan en vraagt Lori om zijn vrouw te worden. Hij vraagt haar ten huwelijk. En in januari 2004 zullen de twee gaan trouwen. Dat doen ze wel helemaal in het geheim. Ze vertellen dit niet eens aan Blake's ouders, want ja, die waren het er helemaal niet mee eens. Het is toch wel ontzettend heftig hoor, als je ouders niet op de hoogte stelt van je huwelijk. Je gaat trouwen. Potverdikkie, dat moet je toch delen met je vader en je moeder. Maar Blake, die wist wel dat het niet naar hun wens was. Zij waren het er totaal niet mee eens. Blake en Lori die werden niet door hun goedgekeurd. En dan ben je dik in de 30, hè? Ik vind het ook alweer keihard. Maar goed, het is een volwassen man. Laat hem lekker zelf beslissen, denk ik dan ook. Maar ze zagen Lori in ieder geval niet zo zitten. Dat is wel duidelijk. Nou, geheel volgens hun geloof trouwen ze in de kerk. Dat doen ze in een heel klein kapelletje met alleen een dominee. Er zit verder helemaal niemand in de banken. Dus alleen zij staan er, ze doen een gelofte naar elkaar, ze geven het ja-woord. Ze hebben verder wel de dag van hun leven, want aan romantiek ontbreekt het niet. De liefde spat er vanaf. Vanaf hier heet Lori, natuurlijk Lori Ruff, hè? Ze neemt de achternaam aan van haar man. En meteen daarna gaan ze samen wonen in een plaatsje genaamd Leonard. Leonard ligt een uur vanaf Longview, waar de familie van Blake vandaan komt, dus ja, ze wonen nu in een klein dorp zonder hun ouders, hè, die zich ermee bemoeien. Hier kunnen ze het lekker zelf gaan uitvinden met elkaar. En dat kon het koppel wel gebruiken. Maar goed, ze wonen inmiddels samen, de twee tortelduifjes. Vers getrouwd, man en vrouw. Lori werkt trouwens echt alleen maar vanuit huis. En vanaf daar begint ze echt in haar eigen bubbel te leven. Ze komt eigenlijk nergens meer. Ze noemde zichzelf een marketingconsulent. Ze had een eigen bedrijfje in mystery shopping. Dan bestelde ze producten, schreef ze daar verslagen van. Ik weet niet of ze dat online deed of voor een ander bedrijf. Maar dat is hetgene waar ze zich mee bezig hield. En dat werken, dat deed ze niet op een andere plek. Het was echt enkel en alleen haar huis. Dat was echt bijna de enige omgeving die ze zag. Er was niks anders. Verder had ze ook geen contact met buren. Blake was ja, dan wel een beetje de sociale van de twee. Als ze dan ergens langs liepen, dan zei Blake nog wel gedag. Hij was er ook wel voor in om een praatje te maken en gewoon iedereen te begroeten. Maar Lori was echt het tegenovergestelde daarvan. Zij liep letterlijk altijd met een grote boog om mensen heen of ze keek naar de grond. Iemand gedag zeggen, dat zat er echt niet in bij haar. En dit begon op een gegeven moment wel op te vallen. Daar waar ze woonde in Leonard, was echt een hele kleine gemeenschap met maar 1900 inwoners. Dus ja, hè, er wordt gepraat, dingen vallen op. Lori had één grote wens. Ze wilde dolgraag moeder worden. Voor Lori was dat echter niet zo vanzelfsprekend. Ze kreeg maar liefst 4
miskramen. En dat was een ontzettend moeilijke tijd voor haar. Ze wilde dit zo ontzettend graag. Ja, een kindje, dat was een grote droom voor de vrouw. Dus het feit dat dit maar niet lukte, het is een behoorlijke klap voor haar geweest. Uiteindelijk ondergaat Lori een IVF-behandeling. En hun geluk kan niet op als deze aanslaat. Lori raakt zwanger. En ze bevalt van haar dochtertje op 15 september 2008. En ze zijn dol en dol gelukkig. Dat stel, ja, ze zijn zo verliefd op hun kindje. Dit is wat ze wilden, hè? Huisje, boompje, beestje. Het plaatje is compleet. Als ouders doen ze het ook heel erg goed. Maar na verloop van tijd begint Lori toch wel extreem gedrag te vertonen. Ze is bijna obsessief beschermend over haar dochter. En niet op een gezonde manier. Ze nam het kindje op een gegeven moment zelfs mee naar het toilet. Omdat ze het niet alleen durfde te laten. Ook een babysitter, daar ging Lori niet mee akkoord. Niemand mocht het kind überhaupt beetpakken. Soms kwamen de ouders van Blake langs. Die mochten ook nooit op het kind passen of haar vasthouden. Nee, dat meisje, dat dochtertje, dat bleef altijd non-stop onder toezicht van Lori. En niemand die haar überhaupt mocht overnemen. Je kunt je voorstellen dat die spanningen vanuit Blake's ouders richting Lori, ja, dat wordt hierdoor ook niet minder, hè? Die denken ook, wat is dit nou weer? Ze konden niet eens normaal met hun kleindochter omgaan. Dus over en weer tussen Lori en schoonouders, dat ging van kwaad tot erger. En op een gegeven moment wil Lori niet dat haar dochter überhaupt haar opa en oma nog ziet. Het leek wel alsof ze zichzelf en haar dochtertje wilde isoleren van alles en iedereen. Haar gedrag ging echt wel een beetje de verkeerde kant op, wat dat betreft. Dus Lori sluit zich op een gegeven moment ook steeds meer voor die ouders af. En over en weer wordt er ook van alles over elkaar gezegd, hè. Je kunt je voorstellen dat de ouders van Blake constant aan Blake aan het trekken waren. Van joh, ga nou een keer bij Lori weg, want dat huwelijk, dat is niet goed voor jou. En andersom zat Lori natuurlijk constant de ouders van Blake weer af te zeiken. Dus Blake bevond zich wel echt in een vreselijk moeilijke positie. Hij hield van zijn vrouw, maar hield ook van zijn ouders. En beide mochten ze elkaar niet. Nou, dat lijkt me toch wel pittig. Dit heeft absoluut ook, ja, niet al te goede uitwerking op hun huwelijk. Dat komt zwaar onder spanning te staan. Proberen ze het nog te redden door in therapie te gaan, hè? Relatietherapie, maar ook dat mocht niet baten. Dat vuurtje, dat doofde, hè, door al deze toestanden. En voor Blake was het niet meer te redden. Dus uiteindelijk in 2010 besluit Blake zijn spullen te pakken en bij Lori weg te gaan. Hij verlaat het huis in Leonard. Lori laat hij daar dus ook achter. En hij trekt in bij zijn ouders. Het is dan 2010. Hun dochtertje is inmiddels 2 jaar oud. Ja, de twee gaan scheiden. Blake vraagt de scheiding aan. En dit is 1 grote nachtmerrie voor Lori. Zij hield zielsveel van haar man. Dit kon zij niet verkroppen. En al helemaal niet dat hij terugging naar zijn ouders, hè? Volgens haar waren dat juist de aanstichters van het hele probleem. Het schijnt ook zo te zijn dat die ouders erop aandrongen om van Lori te gaan scheiden. Maar de familie van Blake is van mening dat dit toch echt te maken heeft met haar gedrag. Niet alleen het gedrag naar de familie Ruff toe, maar ook de extreme opvoedingsstijl, hè, die ze erop nahield richting hun dochter. Lori blijft dus achter daar met haar dochtertje in dat huis in Leonard. En zij is er kapot van. Ze kan zich er ook niet bij neerleggen. Ze is ontzettend gelovig. Het concept van een huwelijk, daar houdt zij zich aan vast, hè, hoe dat bedoeld is. Scheiden, dat gaat er totaal niet in. Zij wil kosten wat het kost dat haar familie weer bij elkaar komt. In de maanden die hierop volgen gaat het niet zo heel erg goed met Lori. Of laten we het zo zeggen, het gaat heel erg slecht. Ze voelt zich eenzaam en verslagen. En het lijkt erop alsof ze haar dochter en zichzelf niet meer goed kan verzorgen. Het feit dat het huwelijk op de klippen loopt, dat is iets wat ze niet kan accepteren. Ze is niet meer in staat om überhaupt na te denken over wat zij nodig heeft, over wat haar kind nodig heeft. De buren zullen later verklaren dat zowel Lori als
haar dochter, er ernstig ondervoet uit zouden hebben gezien. Het leek erop alsof ze alles uit haar handen liet vallen. Niks doet er meer toe. Buren verklaren later dat Lori ook zenuwachtig af en toe voor het huis heen en weer aan het lopen was, in zichzelf gekeerd, dat ze dingen aan het mompelen was. Echt, die vrouw lijkt het compleet te verliezen. En al helemaal wanneer ze dreigmails begint te sturen naar de familie van Blake. Ja, die maakte zich echt wel zorgen. Die wisten niet waar dit naartoe zou leiden. Hè? Vlak voor kerst gaat het helemaal mis als Lori het huis daar binnen stormt. Blake vierde kerst bij zijn ouders voor het eerst zonder Lori met hun dochtertje. Dus het dochtertje was daar ook. En het feit dat haar man en haar dochter kerst zouden spenderen bij de mensen waar ze zo'n hekel aan had, dat kon ze echt niet verkroppen. Dus ze was naar binnen gestormd, ze had haar dochter mee willen nemen. Ze was compleet de weg kwijt. Ze was zo over haar toeren. Ze is door een paar familieleden het huis uitgedwongen. Nou ja, als het zo ver moet komen. Het was zeer ernstig en zorgwekkend. Dan breekt de ochtend aan van vrijdag 24 december 2010. Het is een regenachtige, grauwe, koude dag in Longview, Texas. Het is natuurlijk de dag voor kerst. Die avond is het kerstavond, dus de meeste mensen verheugen zich erop, hè? Het is voor velen de laatste werkdag voordat het feestelijke weekend van kerst begint. De vader van Blake is die ochtend als eerst van het hele huishouden wakker. En hij loopt naar de garagedeur om zijn ochtendkrantje te halen. Doet de garagedeur open en ziet daar iets heel vreemds. Er staat een auto, de koplampen staan aan en de motor draait. En die auto staat dus gewoon op hun oprit. Super random. Wat dit te betekenen heeft, de vader van Blake heeft geen idee. Maar hij is ook niet van plan zelf daar te gaan kijken. Want hij voelt aan alles dat hier iets helemaal mis is. Dus hij besluit meteen het alarmnummer te bellen. Zodat agenten kunnen kijken wat er precies met deze vreemde auto aan de hand is. Nou, de agenten komen daar aan bij dat huis en zien inderdaad die auto op de oprit staan. Als ze dichterbij komen en glimpen opvangen van de binnenkant van de auto, zien ze gelijk bloedsporen en aan de bestuurderskant zit een vrouw. Nou, ze heeft haar gordel om, ze zit voorovergebogen over het stuur heen. En als ze nog beter en van dichterbij de situatie bekijken, zien ze een schotwond door de rechterkant van haar hoofd. De vrouw kan al heel snel worden geïdentificeerd. Het gaat hier om Lori Ruff. Ze heeft zichzelf van het leven beroofd. Ze heeft zichzelf daar op de oprit van hun schoonouders door het hoofd geschoten. En ze werd 41 jaar oud. Alles wat hieraan vooraf is gegaan, daaruit kon je wel opmaken dat het niet lekker ging met Lori. Maar zoiets, hè, dat is vreselijk. Ook je te bedenken dat het dochtertje van Lori destijds in dat huis was. Iedereen was in dat huis. In haar auto liggen twee afscheidsbrieven. Eentje voor haar dochter en eentje geschreven voor haar man. En die voor Blake telt maar liefst 11 pagina's. Die brieven die zijn echt ontzettend emotioneel. Het is super heftig als je een beetje leest wat daar ongeveer in staat. Zeker als nabestaande, hè, als je zoiets moet lezen en zo'n brief van jou gericht is. Op de voorkant van de envelop waarin de brief voor Blake zat, stond ook voor Blakely, mijn lieve man. Ja, het is hartverscheurend. Ik heb een klein stukje vertaald. Ik waarschuw wel, ik vond het heel heftig om dit te horen, om dit te lezen. Ik zal in ieder geval een stukje met jullie delen. Je betekent alles voor me en bent het beste wat me ooit is overkomen. Het spijt me van de communicatie die telkens zo misloopt. Daar hadden we beide problemen mee. Ik wilde niet sterven als een gescheiden vrouw. Dus ik deed dit voordat de scheiding rond was. Je bent nu nog steeds mijn man nu ik gestorven ben. Ik zal altijd van je houden en jou als man naast mijn zijde was het beste wat mij kon overkomen. Nou, je kunt je voorstellen, Blake, hè, die was er helemaal kapot van. Want het werkte misschien niet tussen die twee. Maar hij hield wel ontzettend veel van die vrouw. Het zal je maar overkomen dat iemand er een einde aanmaakt en dit aan jou schrijft. Het is echt, ik krijg er kippenvel van.
In deze brief staat ook vermeld dat haar huis moet worden uitgeruimd en dat ze expliciet wil dat Blake dit in haar eentje doet. Niemand anders mag dat huis daar in Leonard betreden en in haar spullen rondneuzen. Ze benoemt ook dat dat een wens is, een laatste wens, die hij zal moeten respecteren. Ja, dan vraag je je natuurlijk meteen af waarom. Heeft deze vrouw dan daadwerkelijk iets te verbergen? Zo ja, wat is dat dan? Goed, het stond echt met koeienletters in die brief beschreven. Doe het alsjeblieft alleen. Het is een erg dringend verzoek. Maar Blake was er zo kapot van. Hij kon het gewoon helemaal niet aan om dat huis in zijn eentje zelf leeg te moeten ruimen. Ik heb zelfs gehoord dat Blake nooit meer terug is gegaan naar die plek. Dat kon hij gewoon niet aan. En ik kan me dat ook heel goed indenken. Dus hij heeft alsnog dat huis laten ruimen door zijn familie. Ik geef hem groot gelijk. Ja, die familie van Blake ziet dit als een uitgelezen kans om in het verleden van Lori te duiken. Misschien datgene wat ze altijd zo hebben dwars gezeten, hè, over deze vrouw, zal er nu toch wat boven water komen over wie zij echt is. Ze hebben daar altijd hun twijfels bij gehad. Ze vragen ook van Blake of er spullen of dingen of plekken zijn waar hij nooit mocht komen. En dan benoemt Blake een specifiek klein geldkistje. Een mini-kluisje. Vraag mij niet waarom, maar ik heb zelf dus een oude geldkist liggen met een slot erop. Hier, zoals je ziet, kan een sleuteltje in. Die kan je op slot doen. Nou ja, van dit formaat was dat dingetje ongeveer. Er zat dus een labeltje opgeplakt met het woordje crafts. Dus knutsels. Nou, je zou inderdaad kunnen zeggen dat deze vrouw veel in elkaar geknutseld heeft. Dus ze betreden het huis en ze schrikken ervan wat voor bende het daar is. Lori kon sinds het vertrek van haar man echt niet meer goed voor zichzelf zorgen. Er lag overal vieze vaat, vuile was op de grond, versnipperde papieren. Het was er helemaal uitgeleefd. Uiteindelijk vonden ze dus dat beruchte kistje, hè, waar Blake het over had. Met het labeltje Crafts erop. Het lag in een kast op haar slaapkamer. Het kistje zat wel op slot, maar deze weten ze open te kraken met behulp van een schroevendraaier. Dus dat kistje gaat open en daar vinden ze wel wat. En het zijn geen knutselwerkjes. Of, nou ja, je zou het knutselwerkjes kunnen noemen, hè? Maar er gaat me toch een bierput open. Niet normaal, jongens. Het eerste wat ze vinden is een geboorteakte. Maar niet met de naam Lori Kennedy erop. Het is dus niet haar naam. Deze akte was afkomstig van iemand genaamd Becky Sue Turner. Maar de geboortedatum op deze akte kwam wel overeen met dat wat Lori altijd aangegeven had. Hè? Het was wel echt haar geboortedag. Dus wat is hier aan de hand? Is zij deze Becky Sue Turner? Wie is Lori eigenlijk? En heet ze wel echt Lori? Die familie die valt echt stijl achterover. Ze hadden veel verwacht, maar dit niet. In het kistje zat ook nog een rijbewijs met de naam Becky Sue Turner, maar met de foto van Lori. Dit document werd uitgegeven in de staat Idaho in 1988. Dat is trouwens ook echt een heel andere richting. Dit verhaal speelt zich tot nu toe af in Texas. Nou, Idaho ligt daar. Dus helemaal daar in het puntje van Amerika. En Texas ligt een beetje zo midden onderin. Dus heel vreemd allemaal, hè? Verder ligt er ook nog een ander belangrijk document in. Een document ook uitgegeven in 1988, maar dit keer in Texas. Door een rechter. En dat was het verzoek om de naam Becky Sue Turner te veranderen in Lori Kennedy. Dus dat was dus een officieel document voor een naamswijziging. Dan zou je misschien denken, nou, dit ligt heel simpel. Deze vrouw is gewoon Becky Sue Turner ooit geweest en besloot haar naam alleen maar te veranderen. Hoe steekt het nou echt in elkaar? Een privédetective wordt ingehuurd door de familie Ruff, hè? Zij doen dit trouwens om de dochter van Blake en Lori meer duidelijkheid te geven over het verleden van haar moeder. Dat vinden ze ontzettend belangrijk. Ondanks dat ze het natuurlijk niet zo goed konden vinden met Lori, doen ze er alles aan om erachter te komen wie zij daadwerkelijk is.
Ik vind dat dus wel echt een ontzettend mooi gegeven van die mensen. Deze privédetective zoekt eerst naar de naam Becky Sue Turner. Hè? Wie is dat? Die detective doet ontzettend veel moeite om iets te vinden over deze Becky Sue Turner. Maar na heel veel tijd erin te hebben gestoken, komt hij met één krantenartikel. Een krantenartikel uit 1971, waarin staat dat een 2-jarig meisje, genaamd Becky Sue Turner, is komen te overlijden bij een huisbrand. Samen met haar 2 zusjes. Dus ontzettende tragedie voor die familie Turner. Dat is ook echt het enige wat ze kunnen vinden onder deze naam. Voor de rest helemaal niks. Deze detective wil verifiëren of Becky Sue Turner daadwerkelijk is te komen overlijden. Stel je voor dat ze toch heeft overleefd en dat deze Lori Becky Sue Turner is. Dat 2-jarige meisje van destijds, je weet het maar nooit. Ze weten dan een vriend van de familie op te sporen die kan verifiëren dat dat 2-jarige meisje destijds in 1971 echt is omgekomen bij die brand. Dus Becky Sue Turner is gewoon niet meer in leven. Het ligt dus niet zo simpel. Ze nemen ook contact op met de familie Turner om te kijken of ze bekend zijn met Lori of de vrouw, wie het ook mag wezen. In dit geval hebben we te maken met een Jane Doe. Dat is nu wel één ding wat zeker is. Maar zij laten dus een foto zien van Lori. We blijven haar voor nu maar even Lori noemen. En zij herkennen de vrouw niet. Nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Het is niet iemand die ooit in hun leven is geweest. Voor hen was het ook één groot raadsel hoe iemand anders aan de identiteit van Becky Sue Turner is gekomen. En je neemt ook niet zomaar een andere identiteit aan, hè? Je denkt aan de meest wilde dingen. Is ze misschien een spion geweest? Geheim agent? Was ze misschien voor iemand op de vlucht, hè? Iemand die slechte bedoelingen met haar had? Zat ze in een slecht milieu? Werd ze bedreigd met de dood? Is ze weggegaan bij een gevaarlijke sekte? Het kan van alles zijn. Wie is deze vrouw? Wat heeft ze meegemaakt? Al die jaren heeft ze gespendeerd met Blake, met vrienden. Ze heeft nooit iemand in vertrouwen genomen tegen wie ze het echte verhaal heeft verteld. Dit is echt één groot mysterie. Uiteindelijk komen ze er wel achter hoe Lori aan een andere identiteit moet zijn gekomen en hoe ze dit destijds heeft gedaan. En dat is best wel interessant. Ik ben er even ingedoken hoe dat systeem destijds in elkaar zat. We weten dat ze die naamswijziging heeft genomen in 1988. Dat rijbewijs, dat werd ook in 1988 aangevraagd. Dus dat is de periode, het jaartal dat die identiteitsfraude in gang moet zijn gezet. Het schijnt dat Lori er minder dan 2 maanden over heeft gedaan om deze gehele nieuwe identiteit te krijgen. En dit deed ze als volgt. Eerst vroeg ze een kopie aan van de geboorteakte van Becky Sue Turner in de staat waar ze geboren werd. Dat was destijds Californië. En even, eind jaren 80, niks ging nog met de computer of digitaal internet. Het stond nog in de kinderschoenen. Het ging allemaal met papiertjes. Becky Sue Turner werd geboren in Californië, maar ze overleed in een heel andere staat. Nou, als zoiets gebeurt, kan het zijn dat met het overlijden van iemand dat het papierwerk in Californië niet op orde is. Becky Sue Turner's dood was in Californië nooit bekend. Dus het is Lori gelukt om een kopie van die geboorteakte per post aan te vragen. Die werd naar opgestuurd. Destijds deden ze daar nog niet zo heel moeilijk over. Hoefde je identiteit niet te verifiëren, hè? Nu als je naar de gemeente belt, moet je 10 keer inloggen met je DigiD? Of moet je al je gegevens doorgeven telefonisch? Destijds, het was allemaal houtje touwtje. Dus het lukte haar om die kopie te krijgen van de geboorteakte. Met deze geboorteakte is Lori naar Idaho gegaan. Weer een andere staat. Waar ze een identiteitskaart aanvroeg. Dus een rijbewijs. En die kreeg je gewoon als je de geboorteakte liet zien. Als je zegt, nou, dit ben ik, dat is mijn geboorteakte. Krijgt een ID-kaart, zo gezegd, zo gedaan. Toen dat rond was, dat rijbewijs was in haar bezit, ging ze naar de staat Texas. Het is een flinke reis geweest, dat kun je wel stellen. En daar heeft ze dus een nieuwe
naam aangevraagd via de rechter. Daar liet ze zichzelf Lori Erica Kennedy noemen. Toen dat rond was, kon ze een Social Security Card aanvragen. Wij in Nederland, of in ieder geval tegenwoordig in Amerika, krijg je een BSN-nummer vanaf je geboorte. Maar destijds kreeg je die pas als tiener als je die Social Security Card aanvroeg. En ook dat lukte haar. Vanaf daar heeft ze dus een BSN. Met haar nieuwe naam, op een pas, allemaal officiële, originele documenten. En vanaf daar is ze een nieuw leven gestart. Alles daarvoor is één groot raadsel. We weten alleen hoe ze haar identiteit heeft verschaft. En zoals je hoort ging dat ontzettend simpel. Dit alles deed ze in 1988, hè? En Becky Sue Turner overleed in 1971. Dus 17 jaar later deed ze op haar naam van een overleden meisje al die documenten aan te vragen. Hoe ze bij Becky Sue Turner is gekomen, dat weet niemand. Het zou kunnen dat ze een specialist heeft ingeschakeld, iemand die er verstand van heeft, die haar daarmee geholpen heeft. Het kan bijna niet anders, anders heb je die kennis niet zomaar, toch? Dus ja, misschien heeft ze iemand ingehuurd, Becky Sue Turner. Dat heeft niks met deze Jane Doe te maken. Ze is letterlijk naamloos op dit punt. Ze is Becky niet, ze is Lori niet. Je tast compleet in het duister. In dat gekke geldkistje, in het knutselkistje, zaten ook heel wat notities met allerlei krabbels. Er stond een naam op van een advocaat, cijfers, bladzijdes uit telefoonboeken uit Arizona. Ook zo super willekeurig, misschien komt ze daar wel vandaan. Al deze notities worden gecheckt, hè, op aanwijzingen. De naam van de advocaat, die werd nagetrokken, die werd ook gecontacteerd. Maar dit bleek een advocaat te zijn die alleen maar zaken aannam voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Hij heeft nog nooit een witte cliënt in zijn leven geholpen, dus hij heeft de vrouw ook nooit gezien. Ze laat ook een foto van Lori zien, maar er gaat geen belletje rinkelen. Ook de nummers van het telefoonboek uit Arizona, ze bellen de nummers, maar niemand weet ook maar één aanwijzing te geven. Ja, het lijken gewoon krabbels te zijn. Deze notities hebben niks te maken met haar verleden, of het is zo erg in codetaal omschreven dat zij er in ieder geval niet uitkomen. Ze komen nog een ex-vriendje op het spoor en wat ex-collega's of mensen die bij haar op de universiteit hebben gezeten in ieder geval. En die menen zich te kunnen herinneren dat Lori begin jaren 90 een baantje heeft gehad als exotisch danseres. Een danseres die uit de kleren ging. Lori bleek ook borstimplantaten te hebben. Dit is ook geverifieerd, hè? Die implantaten zijn later ook onderzocht. Nou, implantaten hadden ook serienummers, maar ja, dit werd allemaal na 1988 geplaatst, dus daar konden ze ook niks mee. Wat wel frappant is, is dat Lori ontzettend gelovig was. Borstimplantaten, werken als exotisch danseres. Dit is iets wat helemaal niet in haar straatje paste. Blijft ook onduidelijk of dit waar is. Borstimplantaten, dat is in ieder geval wel echt geverifieerd. Ik denk dat het prima zou kunnen, hoor. Hè? Iedereen heeft wel eens een omslagpunt in zijn leven. Dat je dingen doet waar je spijt van hebt. Dat je ineens het geloof vindt. Ze zal niet de eerste zijn, hè? Er gaan vervolgens jaren voorbij. En het blijft lange tijd onduidelijk wie deze Lori, of a.k.a. Jane Doe, echt is. Ook op het internet, in verschillende media, er wordt superveel aandacht aan de zaak besteed. Maar niemand weet een gouden tip te geven. Ontzettend veel mensen raken ook geobsedeerd met de zaak. Er zijn online speurders die hun best doen om de code te kraken, hè? Bijna letterlijk. En zo is er ook een forensisch genealoog, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar in ieder geval iemand die gespecialiseerd is in het opsporen van afstammingen, stambomen, mensen die gerelateerd zijn aan elkaar. Ja, zij doet onderzoek naar verwantschappen. Zij heeft bijvoorbeeld geadopteerde kinderen geholpen om een ouders terug te vinden. Ze hielp Holocaust-overlevenden die zochten naar familieleden. Dat was echt haar werk. En zij boog zich dus ook over deze zaak van Lori. Dit deed ze geheel vrijwillig. Jarenlang heeft ze honderden uren erin gestoken. Maar niet zonder succes. De familie van Blake, de familie Ruff, weet een DNA-spoor of een monster ergens vandaan te halen. Waarschijnlijk van haar borstel, tandenborstel. Zoiets zou het geweest zijn.
Die weet een DNA-spoor veilig te stellen. En je hebt van die commerciële bedrijven tegenwoordig, die kennen wij hier in Nederland ook, waar je je DNA naar kunt sturen. En waardoor je dus op zoek kunt gaan naar je stamboom. Kunt dan zo heel ver teruggaan naar het verleden. Nou, dit doet deze vrouw dus. En niet alleen dat, ze houdt dit gewoon jaren in de gaten. Ze speurt op het internet. Ze legt contact met hele verre mogelijke familieleden die eruit rollen. Maar dan uiteindelijk, als ze er 3 jaar lang aan heeft gewerkt, het is dan inmiddels 2016, moet je nagaan, 6 jaar na haar dood, hè, is nog steeds geen duidelijkheid, dat je je 6 jaar lang moet afvragen met wie je hebt samengeleefd. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Maar in 2016 komt er dus een neef uit die databank rollen. Uit de eerste lijn. Ze hebben in het verleden dus wel wat neven, hele verre neven gevonden. Die reageerden ook niet op e-mails. Hè. Ik denk dat dat gewoon hele oude mensen waren of niet begrepen waar dit mee te maken had. Maar zij vond nu dus gewoon iemand echt heel dichtbij moet hebben gestaan. Deze directe neef, het is een man genaamd Michael Cassidy. En het is gewoon 100% zeker dat Lori, of wie ze ook mag zijn, gerelateerd was aan deze Michael Cassidy. 100% zeker waren dit neef en nicht. Dus een wetenschapper brengt een bezoekje aan Michael Cassidy. Die gaat speciaal langs die neef met een foto. En die gaat na of hij de vrouw herkent. En zodra Michael Cassidy de foto van Lori ziet, roept hij: "Oh mijn god, dat is Kimberly. Kimberly." Weer een nieuwe naam, maar dit moet dus daadwerkelijk haar echte naam zijn. Lori Ruff blijkt een vrouw te zijn genaamd Kimberly McLean. Een meisje die op haar 18e het huis verliet en nooit meer iets van zichzelf liet weten. Ja, wie is deze Kimberly McLean nou eigenlijk? Komen we er nu eindelijk achter wat haar leven is geweest voor 1988 en wie zij is? Daar duiken we nu maar eens eventjes in. Kimberly McLean werd in het Echi geboren op 16 oktober 1968. Even voor de duidelijkheid, hè, dat scheelt niet heel veel met haar valse identiteit. Becky Sue Turner werd namelijk geboren op 18 juli, maar dan een jaar later, 1969. Dus er zit ongeveer 9 maanden verschil tussen die geboortedata. Dus de leeftijd die klopte wel om en nabij dan, hè? Kimberly groeit op met een oudere zus genaamd Michelle. En ze woonde in de buitenwijken van Philadelphia. Haar moeder was een huismoeder. Haar vader werkte als timmerman en als vrijwilliger bij de brandweer. Maar de thuissituatie was allesbehalve prettig te noemen. Vader was een alcoholist, hè? Een zware alcoholist. Kon verbaal ontzettend agressief zijn. Of er achter gesloten deuren ook geweld werd toegepast, dat is niet met zekerheid te zeggen, maar iedereen die het gezin destijds kende, die gaan er eigenlijk wel vanuit dat dat daar plaatsvond. In dat huis moet zich iets hebben afgespeeld. Oud-klasgenoten van Kimberly verklaren dat op het moment dat ze bij Kimberly langskwamen, dat het er heel koud en kil aanvoelde. Eigenlijk iedereen die daar 1 keer in huis langskwam, die kwam nooit meer een tweede keer. Het was echt 1 brok spanning. Kimberly was op school echt een eenling, hè? Heel erg op zichzelf. Nou, dat herkennen we wel van haar. Een oud schoolgenoot verklaarde dat ze zich erg ongemakkelijk voelde bij haar. Hoe triest het ook klinkt, telkens als ze een gesprek met Kimberly probeerde aan te knopen, dan was er iets. Ze gaf je gewoon niet per se het gevoel dat ze het leuk vond om met je te praten. Ze was gewoon heel gesloten en liet niet snel iemand toe. Op een gegeven moment werd ze door niemand gezien. Het was echt een, onzichtbaar meisje. Uiteindelijk ging ze ook van school af. Het was ook niemand opgevallen. Er werd geen leuke afscheid voor haar georganiseerd. Ze was gewoon ineens weg. De school waar ze destijds op zat, er zat wel een dominee die je ontucht had gepleegd met meerdere meisjes daar. Er wordt dus gespeculeerd dat Kimberly daar mogelijk slachtoffer van is geworden. En dat dit bijvoorbeeld een reden is geweest dat ze weg zou lopen, maar ook wederom zeker weten we dit niet. Kimberly's ouders gaan scheiden wanneer ze een puber is. En dan al vrij snel ontmoet haar moeder een andere man waar ze mee gaat samenwonen. Ze verhuizen letterlijk naar een andere woonplaats. Vanaf hier begint het steeds slechter te gaan met Kimberly. Ze kan niet wennen
aan de hele nieuwe situatie. Hè? Ze kan niet wennen aan een nieuwe woonplaats, aan een nieuwe school waarop ze moet. Aan deze nieuwe man in huis. Ze voelt zich zeer onprettig in dit nieuwe leven. Ze vindt het eigenlijk helemaal niks. Uiteindelijk, als ze 18 jaar oud is, vertelt ze haar moeder op een dag dat ze vertrekt. Dat ze haar niet moet komen zoeken, niks moet laten weten. Ze zou er voorgoed vandoor gaan. Nou, dat moet wel even heftig zijn als je dat als ouder hoort. Vervolgens heeft de familie nooit meer iets van Kimberly gehoord. Maar echt nooit. Een jaar na haar vertrek overlijdt Kimberly's biologische vader. Ze zou meer dan $80.000 hebben geërfd. En daarvoor moet ze natuurlijk contact krijgen met Kimberly. Destijds had Kimberly nog geen andere identiteit. Dus die familie weet haar te traceren. In ieder geval haar adres. En sturen haar een brief met de mededeling dat haar vader gestorven is. Dat ze een erfenis kan krijgen van ruim $80.000. Ik denk dat dit een cruciaal punt is. En dat dit alles zegt over het motief waarom Kimberly is weggegaan. Want ze kiest ervoor om niet op de brief te reageren. Ze ziet dus af van die $84.000. En dit is dus ook precies het punt dat ze haar naam gaat veranderen. Dus ze krijgt die brief. En het lijkt alsof dat het punt is dat haar triggert. Het moment dat ze denkt, ik wil beginnen met een schone lei. Zou de trigger haar vader zijn, hè? Die is overleden? Heeft haar vader haar iets aangedaan? Heeft een ander familielid iets in haar leven betekend waardoor ze zo getraumatiseerd is en daarvan weg wil lopen? Waar loopt ze voor weg? Dat is helaas een vraag die nooit meer beantwoord zal worden. Het is dus geen sensationeel einde, hè, jongens. Het is geen spion. Het is geen secte geweest waar ze voor op de vlucht is. Ze heeft geen crimineel verleden, voor zover we weten. Het gaat hier om een weggelopen meisje met waarschijnlijk zo'n groot trauma dat zij geen andere uitweg kon verzinnen dan helemaal opnieuw te beginnen met haar leven. Ik zat zo eens na te denken, hè, van hoe eenzaam dit moet hebben gevoeld. Je bent 18, je laat je hele wereld eigenlijk achter. Alles wat je hebt opgebouwd in die 18 jaar tijd, je moet helemaal opnieuw beginnen. De onvoorwaardelijke liefde die ik bijvoorbeeld zou krijgen en de steun die ik zou krijgen van mijn familie, die altijd voor me klaar zouden staan, die heb je dan gewoon niet. Misschien had ze die ook al niet, hè? Met haar oude identiteit. Maar dat je daar dus zo drastisch een streep doorzet, dat moet dus wel echt een reden hebben. Dat doe je niet zomaar. Dan denk ik ook gelijk aan de familie, hè, van Blake, die zo hamerde op haar verleden. Dat was misschien zoiets pijnlijks voor haar, dat wilde ze vergeten. En dat maakt het eigenlijk ook zo ontzettend pijnlijk. Haar huwelijk was alles voor haar. Haar kindje ook, haar dochter, die ze zo'n goed leven wilde geven en zo obsessief verzorgde. Hè? Die beschermende opvoeding, dat komt allemaal wel ergens vandaan. Dat vind ik toch eigenlijk wel triest. Ze moest haar eigen leven opbouwen. Ook dat ze afstudeerde, dat heeft ze met geen familielid kunnen delen. Elk jaar komt er een dag dat haar echte verjaardag was. Die kon ze met niemand vieren. Het heeft ze waarschijnlijk gewoon helemaal geblokkeerd. Ja, wat maakt dat je zoiets doet en dat je daarvoor kiest? Ik vind het een heel intrigerend verhaal. Bouw ervan dat nooit duidelijk is geworden waar dit meisje op haar 18e voor weg is gevlucht, hè? Waarom moest er een nieuwe identiteit bij komen kijken? De familie van Kimberly McLean beweert van niks te weten, maar daar zijn toch wat twijfels over. Wetenschappers en deskundigen die zich erover buigen, die vermoeden dat er seksueel misbruik in het spel is vanuit haar thuissituatie. Of dat er extreem geweld is toegepast en dat ze daar dus voor is gevlucht. Het is zo'n triest verhaal. Ook de dochter van Kimberly McLean, die heeft nu wel duidelijkheid over het verleden van haar moeder, maar ook geen volledige duidelijkheid. Het waarom dat ontbreekt. Ja, zij groeit nu op zonder haar moeder. En Blake, die dan met zoveel vragen achterblijft en al die jaren samenleeft met een vrouw die niet is wie ze zegt wie ze is. Maar ongetwijfeld zal Kimberly McLean hier een reden voor hebben gehad. En jeetje. Ik vond dit er eentje, jongens. En ik blijf er maar mee bezig in mijn hoofd. Waarom zou je dat doen? Hoe zou je moeten hebben gevoeld met een nieuwe identiteit, een nieuw leven, een schone lei? Maar wel een hele eenzame schone lei.
Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie van deze zaak vinden. Het is weer eventjes een heel ander soort verhaal dan ik normaal met jullie deel. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat het mij vooral weten hier onder in de comments. Vergeet ook niet om op dit kanaal te abonneren als je van deze serie houdt en als je daar meer van wilt zien. En aankomende zondag ben ik dit keer niet live, want ik zit met mijn billen op dit moment in Griekenland. Ik ben 2 weekjes met vakantie. Ik ben er even niet. Dus abonneer natuurlijk wel op mijn tweede kanaal, want normaal ben ik elke zondag live met games die ik gezellig met jullie speel. Chat ik ook lekker met jullie, het is hartstikke gezellig. Volgende week ben ik er weer met een gloednieuwe misdaad en make-up. En, surprise, surprise, de maand oktober is dan begonnen. Dat betekent dat ik de Halloween special erin gooi. Heel de maand oktober zal ik alleen maar zaken behandelen waarvan ik zoiets heb van, nou, dat heeft wel iets met Halloween te maken. Occulte zaken. Zaken die misschien plaatsvonden tijdens Halloween. Allemaal van dat soort zaken. Vorig jaar heb ik dit ook gedaan en eerlijk gezegd kijk ik hier wel heel erg naar uit. Uiteraard zal ik dit ook verwerken in de look. Dus de hele maand oktober zal in het teken komen te staan van Halloween. Dus tot volgende week en ontzettend bedankt voor het kijken.